Goedemiddag, we staan hier in Lelystad. Kunt u vertellen wat we hier doen? We zijn hier vandaag bij een auto-evenement, Autoweek Live. Dat duurt 3 dagen, dat is tot en met maandag, het hele Pinkse weekend. En dan laten wij alles zien op de wereld van auto's. En de consument kan hier met name auto's beleven. Ja. Wat houdt dat in? We hebben dat geprobeerd te vertalen. Beleven vinden wij ook auto's rijden. Dus de consument heeft hier de gelegenheid om hier 78 merken en modellen te rijden. Op de kombaan, hier achter mij. Ja. En ze kunnen naar hartelust auto's zelf rijden. En daarmee ook dus beleven. Ja. Is dit de eerste keer? Het is voor ons de eerste keer dat we het hier organiseren, Lelystad. Ja. En de bedoeling is dat we het eigenlijk ieder jaar willen gaan doen hier zo. Ja. Ja. Dus volgend jaar rond deze tijd kunnen we weer zo'n evenement verwachten van jullie? Ja, kunt u weer zo'n evenement van ons verwachten. De exacte datum moeten we nog bepalen. Dat is even afhankelijk van hoe dat precies zit. En dan met de reacties van het wegverkeer. Maar we komen volgend jaar zeker terug. Ja. Dank u wel. Oké, graag gedaan. Het is over nu een 6, waar we nu naast staan. Dat is de auto die in 2011 heeft gereisd in Australië. Wat u hier ziet is een zonneauto met 3 wielen. Die volledig gebouwd is in aerodynamica. Op de auto ziet u een zonnepaneel zitten van 6 vierkante meter. En met het vermogen uit dat paneel kan ongeveer zo'n 90 km per uur constant gereden worden. En daarnaast zit er ook nog een batterij in, waardoor de snelheid echt naar de 140 kan. En dus echt een voorwaardige auto is. Als dit achter de rug is, waar gebruik je de auto dan voor? Voor demo's alleen? Deze auto wordt nu voornamelijk gebruikt voor demo's inderdaad. De Nuna 7, de nieuwste auto, die zijn we nu aan het ombouwen om te gebruiken voor de extra race die we dus binnenkort gaan rijden. En daar zijn we dus echt heel voorzichtig mee en gaan we niet meer naar demo's zijn. VBox is een fabrikant van laadstations en ontwikkelaar ook, van zowel de hardware als de software. En we zijn gevestigd in Almere, 4 jaar geleden begonnen. En wij produceren laadstations voor elektrische auto's en elektrische fietsen. Om thuis veilig en snel op te kunnen laden. Maar ook op het werk en ook onderweg.
Afhankelijk van de auto, hoeveel hij aan kan qua vermogen. Dat begint met 3,7 kilowatt tot 22 kilowatt. En hoe groot de accu is. Dus zeg maar, gemiddeld is het eigenlijk 4,5 uur om de auto helemaal vol te laden. Maar wat veel gebeurt is dat mensen onderweg tussendoor bijladen. Om zo zoveel mogelijk elektrische kilometers te kunnen maken. Nou, de laden gebeurt dus thuis of op het werk. Nou, een auto laden of een motorfiets laden kost natuurlijk geld, kost stroom. Dat is overigens veel goedkoper dan het rijden op brandstof, benzine. Gemiddeld scheelt het ongeveer 11 cent per kilometer. Dus dat is best wel aanzienlijk. Nou, die stroomkosten, als je een auto van de zaak hebt, op dit moment de meeste mensen rijden een auto van de zaak, die stroomkosten thuis voor het laden, die worden vergoed door de werkgever. Zo'n laadstation van EV-Box bevat een slimme meter die gecertificeerd is en een communicatiemodule, waardoor er geregistreerd wordt hoeveel thuis geladen is. En wij factureren dat als EV-Box naar de werkgever. En u als bereider krijgt het eigenlijk dan weer maandelijks teruggestort van EV-Box. We staan hier bij een project, Bloodhound. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de Bloodhound Project is een project dat gaat de snelste auto ter wereld bouwen. En dat doen wij om kinderen te inspireren tot techniek en wetenschap te ondernemen. En wie zijn de initiatiefnemers? Initiatiefnemers zijn Richard Noble, die in 1983 de snelste man ter wereld was geworden. En ook Andy Green, die nu al de snelste man ter wereld is. En hoeveel hebben aan het technische project meegewerkt? Er zijn alleen de ingenieurs, er is een team van meer dan 20 mensen. En daarnaast is er de hele project nu heeft meer dan 50 mensen die eraan meewerken in Engeland. En nou staat er mee, doe mee aan het avontuur. Wie moeten er meedoen?
We willen graag kinderen inspireren tot techniek en wetenschap opnemen. Want de wereld heeft veel meer wetenschappers nodig. En is dit een prototype? De auto die je hierachter ziet is een levensgroot model. Dat dankzij Castrol is hier in Nederland gekomen. En die echte auto wordt nu gebouwd in Engeland. En dat is ongeveer over een jaar klaar. En dan gaat het rijden in Zuid-Afrika. Wie doen daar aan mee aan die race in Zuid-Afrika? Gaat om een wereldrecord, hè? Ja, op zich in Zuid-Afrika gaat alleen Bloodhound rijden. Maar op dit moment zijn er wel twee andere teams die misschien in de tussentijd de huidige record gaan breken. Dus het wordt straks wel heel interessant. Wie is de concurrent? Er zijn twee grote concurrenten. Dat is de North American Eagle in de Verenigde Staten. En dat is een F-104 Starfighter met de vleugels eraf gehaald. Die hopen de huidige record dit jaar te breken. Als hij het wel of niet kan doen, weet ik niet. Maar de echt grote concurrent aan deze auto, zij hebben ook het doel van meer dan 1600 km per uur. Dat is in Australië, Roscoe McGlashan. Die gaat ook volgende jaar rijden. En die wil ook dus meer dan 1600 km per uur halen. Hoe hard is 1600 kilometer? Kun je een voorbeeld daarvan geven? Ja, bijvoorbeeld dat is 4,5 voetbalvelden in 1 seconde. En sterker nog, als die auto zou door een voetbalstadion rijden, als jij op het verkeerde moment je ogen knipperen, zou je het missen. Zo snel gaat het. Dankjewel. Graag gedaan. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds are go.